Minister Stephen McAndrew van AWJ ontving op 26 april 2024 de niet-residerende Vietnamese ambassadeur Vu Nhi Van Nhi. Ze bespraken mogelijke handelpartnerschappen in sectoren zoals voedselverwerking en landbouw, waarbij ethische en duurzame praktijken centraal staan. Er wordt overwogen buitenlandse arbeidskrachten toe te laten bij een tekort aan Surinaamse arbeidskrachten, mogelijk via een Managed Migration programma. Ze blijven digitaal in contact om verdere samenwerking te bespreken. Bij de viering van het 100-jarig bestaan van de padvinderij in Suriname op 27 juli 2024 werden 30 nieuwe welpen en bevers geïnstalleerd in de Boy Scouts van Suriname. Tijdens de ceremonie ontvingen ze insignes als teken van hun lidmaatschap. De Boy Scouts starten eerder dit jaar een wervingscampagne, wat resulteerde in de installatie van 16 welpen en 14 bevers. De kinderen doorliepen een voorbereidingsproces van 3 maanden, waarin ze de waarden van de padvinderij leerden. De organisatie heeft plannen om uit te breiden naar andere districten. Bij de uitvoering van het resocialisatieproject voor dak- en thuisloten stuit de werkgroep reïntegratie op financiële en accommodatieproblemen. Tijdens de vergadering op 25 juli 2024 met president Santokki werden deze besproken. De president stelde voor de financiële kwesties aan de regeringstop voor te leggen en bij overheidsinstanties naar beschikbare terreinen voor opvangfaciliteiten te informeren. Voorlopig worden de oude COVID-tenten bij het regionaal ziekenhuis Wanica gebruikt als opvangbasis. Het team zal de adviezen opvolgen om de barrières weg te werken. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.